Morgen traders dit is het marktcommentaar van zondag 24 juli. Voordat wij gaan beginnen, even een kleine mededeling. Volgende week zondag, dan is er geen marktcommentaar, want dan ben ik op vakantie. Dus um, één weekje overstaan en dan verschijnt het volgende commentaar over exact twee weken. Goed, um, links de Dow en... Uh, dat wil zeggen, dauw op dagbasis en rechts op weekbasis. Als we even naar vorige week kijken, dan was de uh, conclusie van het verhaal eigenlijk dat we hier, wat ik even cirkel, een hogere dagbodem zie. Uh, in eerste instantie was het uh, scenario dat we uiteindelijk nog een uh, lagere low maken. En we hebben dat uh, in het uh, vorige twee vlogs al besproken, de mogelijkheid dat dit uh, bearish scenario zich niet op die manier gaat ontvouwen, maar dat we eigenlijk een, een ander soort bodemvorming krijgen, namelijk middels een hogere bodem. En dat zie je hier ook gebeuren. Dat hebben we in de vorige vlog uitgebreid uh, besproken. Hier zie je dus die bottoming tailbar met een zogenaamde failure new low, dus een doorbraak van deze low, die kon niet worden vastgehouden. Dit was het punt voor een entry long. En uh, we tellen nu 1, 2, 3, 4, 5 beursdagen. Dus we zijn hier gesloten afgelopen week. We zijn hier nu gesloten. En uh, de strekking was dat wij in de komende paar weken hogere koersen kunnen zien. Nou, dat is inderdaad uitgekomen. We zijn volgens nog deze week hoger gegaan. En het minimale target dat wij hebben, minimale koersdoel, ligt in principe hier rond deze. Deze zone in de weekgrafiek, ik um, denk dat we dat niveau wel gaan halen. De vraag is dan natuurlijk, um, wat is dit voor een type herstel? Is dit een herstel, als we even deze grafiek groter maken, zo. Is, uh, wat gaan we dus nu zien? Gaan we nu zien dat we bijvoorbeeld dit krijgen, zeg maar een herstel tot, laten we zeggen, medio eind augustus. Gevolgd door nieuwe lows. Dat zou betekenen dat we dus hier gewoon niets anders hebben dan een pullback in een bear market. En dat die bear market nog niet is afgelopen. Of andere variant is dit de bodem. En gaan we dus op die manier verder naar nieuwe highs. Dat is scenario nummer 2. En scenario nummer 3 is dat wij eigenlijk meer dit soort scenario krijgen dat we in een soort grote trading range terechtkomen. Het probleem is, nobody knows. Um, over het algemeen kun je stellen dat hoe korter je vooruit gaat kijken, des te betrouwbaarder is de, is de analyse. En betrouwbaar is dan ook nog eens een keer tussen aanhalingstekens, hè? want je weet, we hebben met tal van onzekerheden te maken. Maar wij kunnen een, een dagbodem met de, met de cyclus al redelijk goed tussen aanhalingstekens voorspellen. Um, wij kunnen dat nog beter doen voor intraday bodems. En weekbodem, daar zie je, daar komen al wat complicaties. Dat hebben we al gezien he, met het scenario dat we hier mogelijk een lage loom maken, al dan niet. Maar wij kunnen nu zeggen dat dit wel een weekbodem is en dat we voor de komende weken waarschijnlijk nog wat opwaartse potentie hebben. Maar is dit ook een maandbodem? En zo ja, hoe lang gaat dan het herstel duren? Komen we weer in een nieuwe boelmarkt zoals hier? Of is dit gewoon, eh, als we hier even helemaal uitzoomen, is dit bijvoorbeeld een beweging die, waar we bijvoorbeeld hier staan, hè, dat we hier bijvoorbeeld deze beweging hebben gehad, dat we nu een kleine bewe beweging zien, ik zal het even wat groter maken, misschien een beetje klein, zo. Kijk, dat we nu zeggen, nou, we hebben dit bijvoorbeeld gehad, hè. stel we staan nu hier, dat we dus deze beweging krijgen. Of dat we bijvoorbeeld hier staan en dat we een kleine beweging mogen krijgen en dan nog een grotere beweging. Dus kortom, het is heel moeilijk om te zeggen: ja, we hebben nu de bodem gezet. Um, dat is denk ik haast onmogelijk. Um, de fundamentals zijn natuurlijk gewoon heel erg slecht. De uh, vooruitzichten zijn gewoon niet goed. Uh, recessie, idee. Um, als je kijkt naar inflatie. Dan zegt de ene, uh, we hebben peak inflation. Dus met andere woorden, de inflatie is nu inderdaad op zijn max lopende toer. De andere zegt, het uh, wordt nog hoger. Maar aan de andere kant als de inflatie nu inderdaad uh, peak inflation is, dus op 8, 9 10 procent gepiekt is. Maar we gaan terug naar een procent of 4, 5, is dat ook nog zeer hoog. Ook dat zal de economie gewoon uh, grote invloed op hebben uh, in negatieve zin. Dus en wat we natuurlijk nog niet hebben gehad, hè, dat is een punt. Nu komen de kwartaalcijfers er weer aan. En als de, de, de earnings estimates, dus de, de winstschattingen, als die ook gaan tegenvallen, dan krijgt de, de beurs nu nog een keer een klap overheen. Want de, de reden voor die daling is natuurlijk dat de vet nu gewoon gaat, niet meer gaat verruimen, geldpolitiek mag verkrappen. Als nu de, de, de winstcijfers en de winstverwachtingen van de bedrijven ook tegen gaan vallen. Dan komt die golf er ook nog een keer overheen. Dus er zijn heel veel vraagtekens. Is dit nu de bodem? Gaan we nu een nieuw bear market, een nieuw bull market in? Um, en die vragen moeten wij ook niet willen beantwoorden. Dat is eigenlijk veel te ver. Ik denk dat wij moeten blijven bij het punt: hebben we een dagbodem? Hebben we een weekbodem? Zo ja. In wat voor type markt zitten wij? We zitten nog steeds in een daalende markt. In een neerwaartse trend. En wat is dan het opwaartse? Uh, koersdoel, een koersdoel zeg maar rond, rond dit niveau, en daar moeten we dan gaan kijken, ja, wat voor type pullback komt er, komt er een duidelijke daling, dan is dit het begin van meer naar nieuwloos, uh, zien we hier bijvoorbeeld, <coughs> dat we hier gewoon een klein beetje consolideren, dan kunnen we daarna weer hoger, dus we moeten het eigenlijk van week tot week bekijken, um, want hoe verder je vooruit gaat, gaat kijken, dus des te groter wordt eigenlijk de onnauwkeurigheidsmarge. En als traders hebben we daar natuurlijk niet zo heel veel mee. Dus dat even over het, het hele lange termijn plaatje. Kijken we even weer terug naar wat korter. Wij zitten nu in de tweede dagcyclus van de, van de week. Dus dit is de week. Dit is onze eerste dagcyclus. Um, dit is nu de tweede dagcyclus. Die zit nu op 1, 2, 3, 4, 5, 6. De zesde, candles, de zesde candle, de zesde candle. Er zijn nu een aantal scenario's. Um, het eerste scenario is dat dit een zogenaamde, we noemen dat een complexe correctie is. Hier. Wat is een complexe correctie? Um, dus een stukje educatie even. In een, in een trend heb je twee soorten correctie, correcties. Dus we tekenen even een neerwaartse trend. Uh, een enkelvoudige correctie. Dat is dus gewoon één swing omhoog en dan een nieuwe swing omlaag. En een zogenaamde complexe correctie. Dus we hebben hier bijvoorbeeld een enkelvoudige hier. En dan gaan we hier omhoog. We gaan even naar beneden. We gaan nog een beweging omhoog. En dit lijkt een soort trendomslag omhoog. En dan komt de beweging omlaag. Dus deze is eigenlijk van 1 naar 2. En dit is A, B, C, D. Hier. Dit noemen we een complexe correctie. Waarom is die complex? Omdat inderdaad hier het leidt erop dat we een hogere bodem maken. En dat hier zeg maar dat dit een belangrijke bodem is. En wat je heel vaak ziet, is dat deze afstand van hier naar daar hetzelfde is als van hier naar hier. Nou, dat kunnen we even checken. Dat checken we even met een lineaaltje. Kijk, we gaan even van hier naar daar. Dat is uh, zeg maar 7,5% opwaarts en, uh, en, uh, en 6 bars ongeveer. Dus eerste beweging omhoog 6 bars ongeveer een, een ruime 7%. En um, dan pakken we deze beweging tot hier. Kijk dat zijn ook 6 bars en dat zijn ook 7%. Dus dat is interessant. Met andere woorden, deze beweging van hier naar daar is hetzelfde als van hier naar hier. Dus we hebben hier al een zogenaamde complexe correctie. En dat betekent het, het volgende: stellen dat um, deze dalende trend nu gewoon nog volledig intact is. En uh, dit hier niet een belangrijke bodem is. Dus dit is gewoon een tussentijdse bodem, waarna we een aantal weken van herstel krijgen en we hebben dus een complexe correctie in plaats van zo'n enkelvoudige, zoals je bijvoorbeeld hier ziet, of hier ziet, um, dan zou het goed mogelijk kunnen zijn dat dit alweer de top is, en dat we nu alweer koersen naar lagere loos. Hoe weten we dat nou? Nou, dat weten we nu natuurlijk nog niet. Dit is slechts een, uh, ja, een schets van wat zou kunnen. We hebben een goede inschatting op het moment dat we hieronder dalen. Dit is eigenlijk een beetje het uitbraakpunt geweest. Hè? We zijn omhoog gegaan, we zijn omlaag gegaan. Hier heb je eigenlijk twee belangrijke punten. En je ziet deze grote groene candle. Dit is een zogenaamde clearing igniting bull elephant. Een bull elephant betekent dit is de grootste solide groene bar van de laatste 20 bars. Hij is igniting, want hij wordt niet door groen voor vergaan. Dus hij begint iets nieuws en hij is clearing omdat hij al deze bars eigenlijk wegpoetst rood uitneemt. Dit is een belangrijke bar. En die breekt in essentie hier door, door dit niveau, zeg maar rond 31.600. En je ziet hier ook dit niveau is belangrijk. Want we hebben donderdag op die pullback omlaag intraday hier steun gevonden. Um, dus het is nu aan de markt om deze beweging van hier naar hier, om die inderdaad hierboven. Voortzetting te geven, stel nu dat we hier falen, dus wij dalen hier nu onder die 31,600 op slotniveau en ook duidelijk, dus niet even een puntje of 50, maar gewoon dat we daar duidelijk onder dalen op slotbasis. Um, dan ben ik eigenlijk om tussen aanstekens in die zin dat ik dan zeg: Nou, dit lijkt dan meer een complexe correctie in een algemene. Nog steeds dalende trend, want de trend is nog steeds in essentie neerwaarts. En daar zal ik dan mijn basis longposities op basis van deze weekbodem, met als koersdoel hier rond dit niveau, daar hebben we al langer over gesproken. Dat zal ik dan gaan draaien weer naar short, want dan is blijkbaar deze beweging omhoog niets anders geweest dan een tijdelijke herstel van een aantal weken. Dus zolang we hier eigenlijk boven dat niveau blijven, zijn we rond 31600 op slotbasis. Is er in essentie voor de longs niks aan de hand. Als we hier echt onder komen. Duidelijk onder. Dan lijkt dit dus een complexe correctie te zijn. Die nu dus al de goede vorm heeft aangenomen. Dat beweging AB gelijk is aan CD. Alleen we moeten nog het laatste stukje de bevestiging hebben. Dus het kan natuurlijk ook goed zijn dat de markt dit doet. En dan is er in principe niks aan de hand. Dus dat is even waar je, even, waar je nu op, op moet letten. Uh, dus we moeten altijd onze, uh, onze antenne, zeg maar, onze radar gewoon scherp houden. Um, dat we hier niet verslappen. Dat we denken, ja dit is nu een belangrijke weekbodem. We gaan hem hoog. Kijk, daar leek het hier ook op. Daar leek het hier ook op. We gingen ook even flink omhoog, maar na twee weken was het feest er weer afgelopen. Ik denk dat het nu wat stabieler is. Waarom? Dat heb ik vorige week uitgelegd. Omdat we hier echt druk hebben gehad op de koersen omlaag. En er kwamen duidelijk kopers in de markt. En dat hadden we dus daarvoor niet gezien. Daarvoor zagen we dat eigenlijk elke uh, poolbank na een week alweer hier kapot was. En hier. Leek dat ook zo, maar hier kwamen dus kopers in de markt. En dat was dus hier gewoon duidelijk niet het geval. Desalniettemin, de markt heeft altijd gelijk. We moeten kijken naar de signalen die de markt ons geeft. Dus wat dat betreft, long is denk ik nog de goede positie. Het hangt een beetje van het venster af. Als je zegt de komende twee dagen kan er wat druk op de koers ontstaan. Daar ben ik het mee eens. We maken hier waarschijnlijk nu het M-patroon voor de mid cycle low. Maar het punt is, wij mogen in essentie niet onder dit niveau dalen hier. Als dat het geval is, dan heb je dus deze complexe correctie. En dan um, denk ik dat we weer de lows kunnen gaan opzoeken. Dus dat is even een voorbehoud voor eventuele long uh, swing posities die we hebben. Goed, dan gaan we naar de NASDAQ. Ook hier in de NASDAQ kunnen we even kijken. We hebben beweging van hier naar daar. Uh, dit is 6 bars en nou zeg maar een kleine 11 procent. En van hier... Nee, moet ik even netjes doen. Van hier naar hier, dat is ook bijna... Dat is 7 bars en dat is ook bijna 11%. Um, dus ook hier heb je in essentie hetzelfde idee. Nasdaq moet idealiter boven dit niveau blijven: boven 12.200. Op het moment dat we hier boven blijven, en want dat is een belangrijk niveau, want we hebben swing high 1, swing high 2. We hebben hier die twee hogere niveaus. Dit is het uitbraakniveau, dus je moet dit als een soort stripverhaal lezen. Dit is een bodem. We gaan omhoog, we gaan omlaag. Dus dit is de eerste poging van de, van de verkopers om de markt naar nieuw te krijgen. Die faalt. Hier bij, uh, bij A noem ik het even. Dan gaan we naar de volgende high. Die faalt ook. H nummer 1, die faalt hier. De verkopers krijgen weer de kans om de markt lager te krijgen. Het lukt weer niet. Niveau B. Er komen weer kopers in de markt. Nood de benen op een hoger niveau dan bij A. Dus dat wordt steeds meer bullish. En dat hele boelus stripverhaal wordt hier eigenlijk met deze bar nu afgerond. Namelijk dat we swing high 1 en 2 uitnemen en naar nieuwe highs gaan. Dus het lijkt erop dat dit hier een trendomkeerformatie is van deze hele dalende trend. Hè, die we hier in de, in de weekgrafiek natuurlijk zien. Um, Eerst de koersdoel, zeg maar deze zone en dan... Daarboven zitten we zeg maar, richting de 14.000, zo'n beetje. Nou, wat, mag, wat willen we nu eigenlijk graag zien? We willen nu zien dat een eventuele pullback, en dat kan natuurlijk nu. We zitten op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bars. Dat M-patroon kan er aankomen. Dus dat we op zoek gaan naar de mid-cycle low. Dat die pullback die moet in principe op slotbasis boven. Swing high 1 en swing high 2 blijven. Dus ze maar rond die 12,200. Uh, intraday mag die daar even onder komen, maar op slotbasis willen we dat die daarboven blijft. Um, als dat het geval is, dan kunnen we daar naar hogere niveaus op zoeken. Gaan we hier echt duidelijk onder komen, dan kun je de conclusie trekken dat dit eigenlijk een fail break is. Een beetje vergelijkbaar met, met dit verhaal, waar we ook hier uitbreken, althans uit lijken te breken, maar we dat niveau niet kunnen vasthouden en uiteindelijk naar nieuwe loods gaan. Dus zolang we eigenlijk boven 12.200 zitten, is mijn, mijn langere, voor de komende weken, positie is nog long. Um, dalen we hieronder, dan ben ik dus genegen om, uh, om weer naar short te draaien. Vanwege het stripverhaal wat ik eigenlijk net uitleg. Hè, de, de, de flow van, van kopers en verkopers, dan lijken. Dus de, de kopers hier onder het niveau hun, hun controle over de markt kwijt te zijn. Um, ten gunste van de verkopers. Nou, zolang we dus hierboven blijven, is er niks aan de hand. Kom we hieronder op basis dan draait het beeld voor de NASDAQ. Dus naar bearish. Goed, de russel dan, uh, russel zet ik de week nu ook hier naartoe, dat dit een weekbodem is, die is inmiddels ook bevestigd door de double stochastics. En we hebben ook hier in de, in de russel, zet ik ook even neer, de eerste hogere dagbodem. Zo, nou, in principe ligt het koersstoel in deze zone, dat hadden we al eerder vastgesteld, daar zijn we nog niet. We zien nu wel een, een soort ja, dynamische weerstand, noem ik het even, van de MA80. Die hadden we hier al gezien, we zaten hier redelijk vlakbij en nu hebben we weer een test gehad. En daar zijn we vrijdag dus even op afgekitst. Nou, dat kan, dat hoeft niks uh, Spannends te zijn om de simpele reden 1, 2, 3, 4, 5, 6 bars. Dit kan dus de weg omlaag zijn naar de mid-cycle low op bar 8 of 9... En dan een nieuwe beweging omhoog, een hogere bodem. En dan op die manier. Dus volgens nog is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Dit kan gewoon een, een reactie zijn. Het gaat er nu om: A. Hoe de markt reageert. Dus um, reageert de markt omlaag um, een beetje zoals hier? Dus uh, zijwaarts, overlappende candles, zeg maar een beetje, een beetje zo. Dat is bullish. Of reageert de markt zo. Dus krijgen we nog een rode bar en nog een rode bar. Kijk, als dat het gebeurt, dat is bearish. Um, dus de manier hoe zegt heel veel over de controle van de kopers of de verkopers. Als de bars elkaar overlappen, dan hebben dus de verkopers niet zo heel veel kracht. Krijgen nu weer een dikke rode bar en weer een rode bar. Dan hebben de verkopers duidelijk het hefveel. In handen hebben de controle overgenomen, en dan moeten we vrezen dat dit een top is van een hogere orde. En we moeten kijken, niet alleen hoe, maar ook hoe ver. En dat hadden we voor de Dow al besproken, voor de Nasdaq en voor de Russel. Geldt dat dit niveau hier het meest belangrijk is? Zeg maar deze twee swing highs, waarbij we de tails die kunnen we afknippen. Het gaat om dit niveau rond die 1775, daar moeten we op slotbasis boven blijven, als dat het geval is. En hier wordt bijvoorbeeld dan over een dag of twee, drie de mid gezet. Dan kunnen we hier hogere koersen verwachten en uiteindelijk afstevenen op het volgende koers rond zeg maar, um, deze zone die we in de weekgrafiek, rond die 1900, 1925 zo'n beetje. Gaan we hier onderkomen met geweld, dus grote rode baas, dan is het zeer namelijk dat dit al een top is. En dat we zoals in het DAO gezegd een complexe correctie hebben. Kijk ook dit is een complexe correctie. Zie je, dit is uh, wat ik bedoel met complex. En dit is een enkelvoudige correctie. Ook dit is een enkelvoudige correctie. Je ziet hier zie je heel mooi de verschillen tussen deze twee. Um, en dan lijkt dit ook een complexe correctie te zijn gevolgd door weer een test van de LOOS. Vooralsnog is dat niet aan de orde. We hebben hier ons referentieniveau. En we moeten kijken hoe de markt de komende 2, 3 dagen uh, zeg maar, reageert op de eerste daling van vrijdag. Hè? Zien we een beetje een overlap? Dan is er niks aan de hand. Zien we grote rode bars en sluiten weer onder? Dat is heel bearish. En dan moeten we vrezen dat we uiteindelijk weer afsteven naar nieuwe loons. Goed, dan gaan we naar de DAX. De DAX heeft hier zijn dagbodem gezet. En um, ik zet ook hier even nu de twee weekbodems neer. Dat doe ik hier, dus week. En dit is ook een weekbodem, zeer waarschijnlijk althans. Daar lijkt het tot nu toe uh, sterk op. En um, deze even weghalen. Zo. Dus het lijkt voor de DAX een, een dubbele weekbodem, daar hebben we vorige week over gesproken en dat er ook hier opwaartse potentie is. En je ziet hier, we hebben hier uh, heel duidelijk, dit is gewoon hele bullish, hè? neerwaartse afwijzing rond die vorige low. Uh, hier in deze, in deze tail zien we eigenlijk ook weer twee tails en je weet een tail aan de onderkant is eigenlijk bullish. Want je zag dat ook hier, eerst is de koers helemaal rood en dan komt er dus herstel en dat laat dus een tail achter. Want een tail is eigenlijk eerst naar beneden en dan omhoog en die optelsom is dus hier die staat onder de candle. Dus een lange staat onder een candle is in essentie bullish, een lange staat boven een candle is in essentie bearish. Nou, we zien in de DAX hier eigenlijk een, een test van die low en 1, 2, 3 patroon. Dus een mini trend omkeerpatroon 1, 2, 3 hier. En nu een duidelijke uitbraak boven die 1, 2, 3. Dus dat patroon is in essentie gewoon bullish. Hè. Net zoals dat we dat in de Dow, in de Nasdaq en ook in de Russel hebben gezien. En van belang is ook hier weer dat deze bar hier, deze groene bar, deze uitbraakbar, die mag niet worden teruggebroken. Dus we mogen in de DAX eigenlijk niet verder dalen dan de onderkant. Eigenlijk liever nog niet onder 13.000. Maar, maar zeg maar, deze zone hier, dit is als we hier naar beneden gaan, in principe een soort um, koopzone, een soort steunzone. Daar, daar verwachten we in principe een hogere bodem, waarna we weer hogere highs kunnen maken. Deze zone mag niet worden gebroken. Stel dat dat gebeurt, stel dat de koers hier echt onder komt, dan is dit een top van een hoge orde en dan. Hebben we hier eigenlijk niets anders gehad dan een lagere top? Mogelijk weer gevolgd door lagere, uh, lagere loos. Maar zoals gezegd, voorlopig is dat niet aan de hand. Het plaatje is nog steeds boelisch. Hoewel we natuurlijk te maken hebben met een neerwaartse trend. Hè, maar een neerwaartse trend heeft natuurlijk ook tijd nodig. Het gaat niet van één. Week op de ander van neerwaarts naar, naar opwaarts of andersom, dat is een proces. Hè? Dat is een proces. We, we, gaan, we gaan omhoog, we gaan omlaag. Je ziet dat de loos hoger komen te liggen. Uh, er komen kopers in de markt. Dat proces dat zien we hier uh, aan het werk. Deze uitbraak is heel belangrijk geweest en zoals gezegd, die moeten we vasthouden. Als dat lukt, dan zie ik hogere koersen in het verschiet. Als dat niet lukt, dat is. Mijn alternatief scenario voorlopig, stel dat dat niet lukt, dan krijgen we waarschijnlijk een test van de loos. Maar nogmaals, dat is volgens mij nog eh, niet mijn hoofdscenario. Hoofdscenario is dat de markt nog wat opwaartse potentie over heeft. Goed, dan gaan we naar het eh, goud. In het goud gaf ik aan dat dit de weekbodem is. En we tellen nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bars. En ik gaf aan: er is een hele reële kans dat we hier rond dit niveau een bodem vinden. En dat dit de midstrijke low wordt. En dat we dus tijdelijk kunnen gaan opveren. Mogelijk tot deze zone. En dat lijkt inderdaad ook gebeurd te zijn. We hebben hier precies in die zone steun gevonden. En donderdag en vrijdag waren twee hele mooie dagen vergoud. Waar de koers behoorlijk. Opvidden. De vraag is natuurlijk nu, um, wat is dit voor een soort um, herstel? Is dit een, een, een belangrijke bodem die we kunnen kopen, of is dit slechts een tijdelijk herstel gevolgd door lagenloos? Dus als we het even intekenen hier, is het um, is dit, als dat het geval zou zijn, dat, dat is een pure long, of is het gewoon dit? Een pauze in de bestaande trend. Nou, um, even ervan uitgaande, ik kan ook niet in de toekomst kijken, dus ik probeer me vast te houden aan bepaalde concepten. De concepten bestaan uh, in, die, in dat opzicht uit uh, twee elementen, namelijk uh, marktstructuur en price action, dus die combinatie en cyclus. Dus laten we even naar marktstructuur kijken. En price action die is bijzonder bearish, want je ziet hier: dit is. Vorse neerwaartse kracht. Um, je ziet hier, we hebben hier een swing low gezet, die wordt fors gebroken. En we hebben nu even steun op de voorgaande lows. Ik noem die even 1, 2 en 3. Dus het is logisch dat de markt hier steun vindt. Um, maar als je kijkt naar het neerwaartse geweld, dan uh, lijkt dit, um, dan lijkt hier veel schade aangericht te zijn. Dus als uh, als ik naar dit plaatje kijk, dan lijkt het mij waarschijnlijker, um, of eigenlijk redelijk waarschijnlijk, dat wij hier een korte bounce krijgen. Eigenlijk in deze, in deze zone, in deze bearish zone. En dat we dan opnieuw deze steun testen en dat die dan wordt gebroken. Dat is mijn verwachting. Dat wordt ook onderstreept door de cyclus. Um, ik ga ervan uit dat dit dus de weekcyclus is. En zoals gezegd, dit is dan de mid-cyclo. Mid-cyclo van de weekcyclus. Je weet, als, de, als het begin van de cyclus hier ligt, de cyclusbodem wordt al binnen 10 bars gebroken, dan is dit de top van de cyclus. De mid-cyclo staat dan lager dan de. Dan het begin. En dat betekent dat de tweede top van de cyclus altijd lager komt te liggen dan de eerste top. Anders is het geen bearish cyclus. En dat we uiteindelijk een, de ultieme bodem van deze cyclus lager zetten dan de mid cyclow. Dus uitgaande van het feit dat dit de bodem is. Dat dit al de top is. Lijkt het voor de hand te liggen dat wij nu een, een bounce krijgen. Die bounce kan misschien nog een week of twee, drie. 4 misschien duur, maximaal zou ik zeggen. Um, en dat we dan uiteindelijk uh, lager los gaan zetten. Van belang is dus ook dat we kijken hoe die bounce gebeurt. He, kijk, als dit een bearish cyclus is, en nogmaals, daar leidt het op, um, dan willen we zien dat die, dat die beweging omhoog correctief is. Dus we willen niet dit zien, grote groene hè? Want dat zou erop wijzen dat dit een, een belangrijke bodem is van een ander soort orde. Nee, we willen zien dat het een bounce is die een beetje zoals hier uitziet: gewoon groene bar, misschien nog een groene bar, maar overlappend structuur. Dan rood, groen, <coughs> dus echt zeg maar overlappend, hè, zoals we ook hier zien. Dit zijn allemaal uh, correcties en geen impulsbewegingen. Correcties zijn overlappende bars die in elkaar zitten... Dus zeg maar, er is een trappetje omhoog, maar dat loopt echt een beetje op deze manier. Een impuls is echt dit. Dit is impuls. Kijk, dit is een hele andere structuur omhoog. En normaal gesproken zien we dus hier dan echt zo'n zo klein zo trappetje gevolgd door een nieuwe beweging omlaag. Dus dat is mijn scenario. Ik ben dan ook geen koper in het goud. Er is natuurlijk wel een interessant niveau. Dat absoluut. Kijk, op het moment dat je hier lang gaat, hier en je ligt hier, je stop. En dit is bijvoorbeeld je koerspotentie. Misschien, dat is op zich geen onaardige verhouding. Zelfs, want je risico is zeg maar een, een, nou een 30 dollar. Dit is 80 dollar opwaarts. Dus dat is zeg maar 1 op 3, iets minder. Dus op zich een, een, niet een, een onaardige verhouding. Maar getuige de marktstructuur ga ik ervan uit dat dit dus meer een correctief verloop zal hebben en dat we uiteraard, of dat we uiteindelijk dan deze steun nog een keer zullen gaan testen en neerwaarts gaan berekenen. En dat gaan we ook in het zilver zien. Dat zien we hier. Um, even kijken. Hier zien we dus ook de mogelijke weken, maar daar heb ik een vraagteken bij gezet. Waarom? Omdat die bounce zo klein was dat de Double Stochastics ons hier eigenlijk niet kan aangeven dat er een bodem is. Maar als ik zo naar het patroon kijk van de, van de cycles, dan lijkt het erop dat dit een, een bodem is. En dat dit een hele zwakke cyclusbodem is die eigenlijk al heel snel getopt is. En dat we dus hier ook een bounce krijgen en uiteindelijk nog een lage low. Um, dus ervan uitgaande dat dit een weekbodem is, dan zit die weekbodem nu. Of die week zie ik dus op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de tiende bar. En dit is dan bar 9, van vorige week. Dus dit zou de mid cycle low moeten zijn. Dat betekent dat dit dus een, een dagbodem is. Hier, zetten we even een dagbodem neer. En dat we nu dus die mid cycle low gaan krijgen. Dus dat we een beweging omhoog krijgen... Gevolgd door een nieuwe beweging omlaag. Nou, hier geldt hetzelfde. We willen geen grote eh, gro groene barren zien. We willen overlappende structuur zien, vergelijkbaar met, met dit verhaal. Op het moment dat je dit ziet heen en weer nog een keer. Dan weet je dat dit niet een belangrijke bodem is, maar dat dit de Midcycle is van een Bearish Cycle. En dat we uiteindelijk nog lager los maken. Als we hier. Eh, Grote groene bars krijgen, dan is er iets anders aan de hand. Um, dan moeten we eens kijken: wat is dit voor een, een bodem? Is dit een vertekende cyclus? Maar zolang dit niet aan de orde is, hoeven we daar ook niet. We moeten er wel mee rekening mee houden, maar niet meer als een, een mogelijkheid. Hè? Je gaat er pas op inspelen op het moment dat je het natuurlijk echt gaat zien. Volgens nog lijkt dit gewoon het, een. een het bearish plaatje te zijn, het is gewoon een pauze na een beweging omlaag. Want je weet niet, elke beweging gaat van A naar B in een rechte lijn. En ik ga er in principe vanuit dat we uiteindelijk nog over enkele weken en maanden lagere niveaus in goud en zilver gaan bereiken. Goed, dan um, laatste, de Bitcoin. Daar hadden we vastgesteld dat dit, dat zet ik er even in nu, dit hier is waarschijnlijk de weekbodem. De weekbodem, de vorige die hadden we hier gezien, hier. En dan als we gaan tellen dan zitten we op, even kijken, 20 bars. Nou dat is keurig conform het gemiddelde. En als we nu gaan tellen, dan zitten we nu op 5 bars. Nou, um, die weekbodem is in principe bevestigd, want je ziet de double stochastic is boven de 40 gestegen. Dat is zeg maar zoals je hier ziet en, en hier ziet. Uh, en hier, dat is eigenlijk het, het punt waarop de cycle aangeeft, of de, de indicator aangeeft dat de bodem bevestigd is. Het is natuurlijk altijd later, dat is logisch, want dit is een lagging indicator maar dit geeft aan dat we hier met redelijke mate van, uh, van zekerheid kunnen zeggen, dit is inderdaad een, een weekcyclusbodem. Nou, hier geldt hetzelfde, je ziet dat de, de marktstructuur bearish is, nou, dit is duidelijk bearish, allemaal rood, daar zit uh, echt kracht in, um, en vooralsnog is dit niets meer dan een herstel. Kijk eens even naar de overlappende structuur van die candles, dus er wordt vooruitgang geboekt, hè? dat trappetje, dat zie je hier ook. Maar dat trappetje dat overlapt elkaar heel erg. Kijk, natuurlijk zien we hier nu, we zien nu een soort uitbraak, daar kom ik zo nog even op terug. Maar er is vooralsnog, vooralsnog, um, ja, lijkt hier toch een beetje op, op, op dit herstel. Gewoon overlap, even een uitbraak terug, uitbraak terug. En dat is ook het scenario dat ik uh, voor ogen heb: dat wij een herstelruimte hebben. Eigenlijk maximaal tot deze zone. En dan denk ik eerder de onderkant van die zone rond 27 dan de bovenkant. Zeg maar 27, misschien 28. Of misschien niet eens 27, maar zeg maar ergens tegen deze zone aan. <tosses> en dat we dan uiteindelijk lagere niveaus opzoeken. Waarom? Dat heb ik ook in diverse afgelopen vlogs... uitgelegd. Um, als je naar de maandgrafiek kijkt... en dan verwijs ik even naar de vlogs van... Uh, de twee weken en drie weken terug. Daar hebben we gekeken naar de... de daling van... van top naar maand... een daling van top naar bodem... in maanden. Dan komen we ergens op... november, december terecht. En op het moment dat... dat je dat uh, principe uit... Uh, of gaat gebruiken... gaat toepassen, dan volgt hier nu nog een laatste weekcyclus. En een laatste weekcyclus van 20 bars betekent eind oktober, dat eind oktober dan de bodem gezet zou moeten zijn. En dat dit dus de, een weekcyclus is, maar het is een, een laatste weekcyclus in de hele grote vierjaarscyclus En die is dan nog bearish. Dus die zou dan ergens tussen bar 3 en 8 kunnen toppen. Nou, we zitten nu al op bar 5. Dus er kan misschien nog één of twee opwaartse bewegingen. En dan een nieuwe beweging naar beneden. Uiteindelijk in de zone tussen de 12 en de 15.000 dollar. Dat is mijn, mijn gedachte. Tot nu toe volgt de markt dit scenario. Ja, netjes voorbeeldig. Ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik iets zie. Wat mij hier um, verontrust. Zeg maar. dat betekent dus. Tenzij er andere dingen gaan gebeuren. Twee, drie, vier weken opwaartse potentie gevolgd door een lagere top. Die lagere top ergens hier op dit niveau. En dan na oktober toe, september, oktober lagere koersen. Even schakelen naar het uh, korte termijn plaatje. He, want dit is uh, middellange termijn, korte termijn is het redelijk boelisch. Waarom? We hebben hier die bodem, we hebben hier twee hoge bodems en we zijn hier uitgebroken. Het lijkt een beetje op, op dat van de Russen, op dat van de Nasdaq, op dat van de Dow. Het is wat dat betreft best een grote correlatie tussen Bitcoin en de aandelenmarkt op dit moment. Hè. En het heeft gewoon te maken met risk on, risk off. Deze uitbraak hierboven, swing high 1 en swing high 2, kijk, die mag dus weer niet falen. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de, bij de aandelenindices. Op het moment dat we eigenlijk hieronder komen, onder zeg maar 21,200, dan kun je eigenlijk stellen dat deze uitbraak hier mislukt is. En dat we dan al in een vroegtijdig stadium kunnen zeggen dat dit uh, de lagere top is en dat we lager gaan. Dus voor de komende week is het denk ik belangrijk dat we hier boven zeg maar, deze zone blijven. Uh, en dat we hier opveren en nieuwe highs gaan maken. Voor misschien nog een beweging richting die genoemde 26,5, 27, misschien nog wel hoger. Um, als dat niet lukt, komen we hier echt onder op slotbasis. Dan leidt het zo te zijn dat dit al de top is. Dit zou dan al de, de lagere weektop zijn. En dan zitten we al in, die, in de bearish-fase van deze weekcyclus. Met als gevolg nog lagere koersen in de komende zomer- en, en herfstmaanden. Is nog niet aan de hand, maar dan weet je, waar je wat eigenlijk het kritieke niveau is waar we hier uh, in de komende week naar moeten kijken. Goed, we hebben alles doorgesproken. Um, volgende week, zoals gezegd, geen vlog. Ik ben dan op vakantie. Houd even dan in de gaten. We hebben alle referentieniveaus scherp in beeld gebracht. Alle scenario's gewoon duidelijk afgebakend. En ik zie je graag dan eh, zondag over twee weken weer terug bij de volgende Marktcommentaar. Tot dan.